Yo, mede-pyro's. Welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Mitchell van Pyrotim Utrecht. En wij zijn het tegengeluid. Ga er maar even lekker voor zitten. Neem een bakje koffie, colaatje of gewoon een glaasje water. Wat kan je allemaal verwachten in deze video? We gaan het over de volgende punten hebben. We gaan het hebben over het gevoel dat vuurwerk met zich meebrengt. Vuurwerk is niet zomaar vuurwerk. Het brengt heel veel gevoel met zich mee en consequenties. En waarom doen we het met z'n allen? Waarom hebben wij Hollanders, Nederlanders deze traditie? We gaan het hebben over de vreugde die vuurwerk met zich meebrengt. Voor volwassenen en voor kinderen. Hoeveel plezier en genot ze eruit halen. Hartstikke leuk! Ja, dit moeten we weer. Zal ik er nog maar eens halen dan? Ja, ja. Oké, dan gaan we nog eens halen. Ja. Dat zal dus nu allemaal verpest worden als het zo doorgaat op deze manier. We gaan het hebben over verantwoordelijkheid. Want wij als vuurwerkliefhebbers, wij als afstekers, als je een leuk publiek hebt en er komen veel mensen kijken, dan ben jij verantwoordelijk voor de veiligheid om je heen. Ik zal je laten zien, neem die verantwoordelijkheid en het is heel simpel. Het is echt heel simpel en het kost geen drol. Dus voor de veiligheid heb ik allemaal aansteeklontjes. Ik weet niet wie ze wil hebben. Ik heb hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. We gaan het hebben over nieuwe wetten. Voor aankomend oud en nieuw moeten er nieuwe wetten komen. Ze willen eigenlijk de hele boel verbieden. Ik zeg, dat gaat niet werken. Maar waarom stellen wij niet een bepaalde... Waarom regelen wij niet nieuwe wetten? Kijk, wie ben ik? Wie gaat er naar mij luisteren? Ik heb wel mijn vraagtekens waarom we sommige dingen niet doen. Dus daar kom ik zo meteen op terug. We gaan het hebben over het AD. Want Pyrotim Utrecht heeft afgelopen jaarwisseling in de krant gestaan. We staan in het AD met ons YouTube-kanaal. Waarom we dingen nou doen... Dus daar gaan we het ook over hebben. Pyro's, welkom bij een nieuwe video. Dit gaat even heel ergens anders over. We hebben namelijk een afspraak met iemand van de krant. We gaan het hebben over de commissaris van de koning. De commissaris van de koning, een oud burgemeester, is jarenlang burgemeester geweest. En een legend. Want wat die allemaal zegt, ik zal je het filmpje laten zien. Link onder de beschrijving, maar daar gaan we het over hebben. Maar, vandaar dat ik ook net de uitspraak heb gedaan tijdens de nieuwjaarsreceptie, dat verbieden niet altijd de oplossing is. We gaan het er ook over hebben dat je heel gemoedelijk oud en nieuw kan vieren, zelfs met de hulpdiensten. En zelfs met de hulpdiensten, zoals het hoort, gemoedelijk, die ook genieten van vuurwerk. Tuurlijk ga je ze niet bekogelen. Ui, ui. We gaan een conclusie trekken over hoe we dit nou moeten oplossen en ja, waar dit allemaal vandaan komt. Want het is wel echt drama hoor, afgelopen jaarwisseling. Het is dan een recordomzet aan geld, maar wat er allemaal misgaat en dat het weer gelinkt wordt aan vuurwerk. Het is verdrietig, het is pijnlijk, het is triest en niet nodig. Nogmaals, ga er lekker voor zitten. We gaan beginnen. Dit is het tegengeluid. Al het nieuws in de media, het negatieve nieuws, het gevoel dat bij vuurwerk komt kijken, want ja, het is niet zomaar vuurwerk. Pyrotim Utrecht hier. Ken je dat gevoel dat het bijna de 29e is? Je hebt er super veel zin in. Je hebt echt 200 keer je boekje doorgenomen. Je weet precies wat je wil hebben. Je bestelling staat waarschijnlijk al klaar. Ken je dat gevoel dat je dan slecht kan slapen die nacht gewoon door de zenuwen? Je weet dat je 's ochtends vroeg als het donker is nog weer naar de winkel gaat om je vuurwerk op te halen. Met je vader, je broer, je vrienden. Familie, zusje. Ken je dat gevoel dat je dan in de winkel komt, je kijkt om je heen, je ziet zoveel mooie dingen die je wel zou willen hebben. Maar je hebt natuurlijk maar een bepaald budget, dus je loopt trots met die tassen en dozen de winkel uit. Ken je dat gevoel dat het wel schemerig is, je komt thuis, eerst wat je wil doen is alles uitstallen, alles bekijken. Je zet NOS, RTL4 zet je aan, vuurwerkverkoop is weer van start gegaan, gelijk natuurlijk op televisie. Ken je dat gevoel? Dat is echt een apart gevoel, het eind van het jaar. Iedereen leeft er naar uit. Als Nederland dit gaat verpesten, dan is Nederland echt Nederland niet meer. Ken je dat gevoel? Nu willen ze dus bijvoorbeeld vuurpijlen verbieden en kanonslagers. Maar jongens, vuurpijlen en kanonslagers. Vuurpijlen, ja tuurlijk kan je vuurpijlen richten op van alles. En niet gebruiken zoals je ze moet gebruiken. Je kan ook potten en cakes richten op van alles en niet gebruiken zoals je ze moet gebruiken. Op die manier kan je alles verbieden. Een auto, die kan je ook gebruiken zoals je hem niet moet gebruiken. En met de vreselijkste gevolgen van dien. En dat kan je met alles. Internet. Kan je ook misbruiken. Op van allerlei manieren. We kunnen dus niet alles gaan verbieden. Wat misbruikt kan worden. Wel kan je diegene knijterhard aanpakken. En dat is waar we zo meteen over gaan hebben. Oké.
Er is weinig aandacht in de media voor geweest. Maar 77 miljoen euro. Oké, dan praten we dus niet over een klein groepje mensen wat de traditie graag wil behouden en leuk vindt en daar geld aan uitgeeft. Nee, dan praten we over een gigantische grote groep van de bevolking die oud en nieuw viert zoals altijd. 77 miljoen. Dat zijn vaders, moeders, kinderen, familie, vrienden. Zo'n avond met oliebollen, met vuurpijlen, met potjes, met ja, alles erop en eraan. Sfeer. Het aftellen, met z'n allen aftellen, hoort ook bij oud en nieuw. Dit wil je niet. Je wil niet dat het zo saaie, stille boel wordt. Ik heb een filmpje gemaakt over hoe het eruit komt te zien als alles verboden is. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, het gaat! Het is net 12 uur geweest. Niemand steekt af. Nergens niet. Als je dus niks meer mag afsteken, nou dan heb je eigenlijk ook niet echt het aftelmoment meer. Want waar tel je voor af? Hey, het is 2021. Leuk, gefeliciteerd. Hey, rustig. Nee, dat doe je niet. Een gemeentelijke show, daar kan ik mijn ei niet in kwijt. Want ja, leuk, dat doen ze bij Scheveningen ook, staan ze ook. Dat is leuk, midden in de zomer steken ze vuurwerk af. Je wil zelf af kunnen steken, je wil zelf die show neer kunnen zetten. En ik ben ontzettend bang. GroenLinks, Partij van de Dieren, zitten allemaal totaalverbod, dat is munitie. Geloof me, één ding is zeker. Wanneer er een totaalverbod komt in Nederland, is er dus geen officiële afsteekdag meer. Dan gaan we over munitie praten, want dan krijg je alleen maar het illegale zware spul. Het is een feit dat dan Nederland overspoeld wordt door het vuurwerk wat je niet hier wil hebben. Het zwaarste van het zwaarste. Er is geen officiële dag meer, dus mensen denken, ja, of ik nou wacht tot oudjaarsdag. Ik mag toch niet meer afsteken. Ik kan het ook nu afsteken. Het illegale vuurwerk is nu al volop in Nederland. Dat is nu al niet te handhaven. Drugs is volop in Nederland. Is ook niet te handhaven. Alles komt op allerlei manieren binnen. Wanneer je dit gaat illegaliseren, is het klaar. Is het gewoon, dan is er geen grens. De bevolking gaat dit echt niet pikken. Het gaat dus niet gehandhaafd kunnen worden. Zo'n gemeentelijke show, allemaal heel leuk. Maar als het hele dorp of de hele stad naar zo'n gemeentelijke show gaat, wie let er op de huizen? Wie let er op de wijken? Zometeen denken mensen, inbreken, iedereen staat daar, ik ben hier. Dat is niet te doen. Het enige wat we kunnen doen, naar mijn mening, en dan gaan we het dus nu hebben over de wetten en de regels. Ik zou als allereerst alcohol verbieden in combinatie met vuurwerk. Want je mag niet autorijden met alcohol op. Daar krijg je ongelukken van, daar krijg je dodelijke ongelukken van. Dat mag niet, dat kan niet. Waarom mag je nog vuurwerk afsteken onder invloed van alcohol en drugs? Mensen lopen wankelend naar hun vuurwerk toe. Wankelend steken ze het aan. Het valt om. Het zorgt voor ongelukken. Het zorgt voor gewonden. Waarom staat er niet op elk vuurwerkproduct, op elke cake, gewoon in het klein, net zoals het kruidgewicht, staat er op verboden af te steken onder invloed en onder wat dan ook voor soort invloed, drugs, alcohol. Dat moet op het product komen te staan. Dat moet ook in de wet komen te staan. Want ja, dat is ook te handhaven. Je ziet een groepje mensen. Ze zijn vuurwerk aan het afsteken. En dus drank bij, blikjes bier, wat dan ook. Iemand die vuurwerk bij zich heeft onder invloed van alcohol, nou, strafbaar. Iemand die vuurwerk afsteekt onder invloed van alcohol, nog veel strafbaarder. Dus we hebben hier iets wat te handhaven is. Nou, we hebben daardoor veel minder ongelukken. Want
met alcohol, je mag niet rijden. Maar vuurwerk, als je dat dan misbruikt, kan gevaarlijk zijn. Als je het met alcohol, dat is ook gewoon gevaarlijk. Nou, hier, hoppa, neem die wet aan. We hebben het in het nieuws gezien. Hulpverleners worden belaagd met vuurwerk, worden bekogeld. En daar praat ik over brandweerlieden, over agenten, over ambulancebroeders, ook gewoon over burgers. Mensen worden belaagd met vuurwerk. Dus het vuurwerk wordt misbruikt. Waarom zijn de straffen niet ontzettend hoog? Voor mensen die dus anderen belagen of hulpverleners belagen. Tegenwoordig hebben ze allemaal een bodycam. Ze worden allemaal gefilmd. Tegenwoordig kan je ze op heterdaad betrappen. Op het gooien en noem maar op van vuurwerk. Waarom staat daar niet een straf op van poging tot doodslag? Of van poging tot zware verminking? Of waarom wordt er niet een wet aangenomen waardoor iemand maandenlang vast kan komen te zitten? Waarom? Het volgende punt. Waarom is er geen meldplicht? Stel je voor, hè? En dit is ook te handhaven. En dit is ook te regelen. Je wordt aangehouden met oud en nieuw. Dat is al één ding. Je wordt aangehouden met oud en nieuw. Op oudjaarsdag. Door ordeverstoring. Door wat dan ook. En er is bewijs. Dus je wordt echt aangehouden met bewijs. Noem maar op. En ze maken een regel. 3, 4, 5 jaar lang meldplicht krijgt. Om je te moeten melden. Vanaf 6 uur 's avonds. Tot 2 uur 's nachts. Nou, dan denk jij wel 4 keer na, 5 keer na, 10 keer na voordat je iets doet om hulpverleners of iemand te gaan belagen. Want je wil niet zoveel oud en nieuws je moeten melden. Dat is dan één taak, één straf, hè. Daar komt misschien nog wat bij kijken, maar meldplicht. Bam, doe dat, regering. Zet dat in. Iedereen die niet staat te schieten met vuurwerk op jullie. Jullie willen nu alles gaan verbieden waar wij zoveel van genieten. Wat gewoon kan, wat gewoon niet, dat gewoon niet hoeft. Kinderen gaan jullie nu dus echt letterlijk en figuurlijk de rotjes, de astronautjes, kanonslagertjes gaan jullie van de kinderen afnemen. Let op, flitsen met een kanonslager. Komt ja. Ja, is goed zo. Komen ze. Flitsers plus kanonslager, matje. Terwijl, dat vinden ze zo leuk. Pam, het knalt, het stelt geen piep voor. Terwijl, diegenen die het zo verpesten, worden niet, die gaan door, maar dan met illegaal. Ja, het is mijn idee. Ik weet het niet. Maar dit zijn de punten qua wetten en regels die ik wel zou zien zitten. Dit is de foto die in het AD verschenen is. Ik neem jullie nu mee naar de dag dat we de foto gingen maken en dat we het gesprek voerden in de binnenstad in Utrecht. Hi Roos, welkom bij een nieuwe video. Dit gaat even heel ergens anders over. We hebben namelijk een afspraak met iemand van de krant. Ik ben in de binnenstad in Utrecht en we gaan een item maken. Schrijven over vuurwerk, over YouTube, over noem maar op. Ik ben benieuwd, ik heb het nog nooit meegemaakt. Maar misschien wel heel erg leuk. Ik ben natuurlijk heel erg voor de traditie. Dus ik ben benieuwd, ik wil het alleen maar positief in het daglicht brengen. We zijn inmiddels een dagje verder en we gaan nu een foto schieten. Een foto voor de krant, voor het AD. Ik heb gisteren dus een gesprek gehad over het AD, over YouTube, over vuurwerk, over het kanaal, over traditie. Een positief gesprek voor de hele vuurwerkbranche, voor iedereen en alles. Het behoud ervan, normaal mee omgaan. Dus we zouden mij benieuwen hoe dat in de krant komt te staan. Want ja, positief, 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 positief. Over het behoud, over dat het kan. Dat er heel veel vuurwerk af wordt gestoken. Als je er goed mee omgaat, dat het geen probleem is. Dus wanneer jullie deze video zien, is het krantstuk ook al geplaatst. Ben benieuwd. No pay on the party. Ik heb flink mijn hart kunnen luchten. En zoals je ziet, staat dit er bijvoorbeeld ook in. Ik wil zelf buiten staan en vuurwerk afsteken. De Utrechter noemt het knallen op de grens van oud en nieuw een traditie. Nu de verkoop van vuurwerk is begonnen, gaat zijn hart weer sneller kloppen. We houden van de traditie van vuurwerk lekker je kop leegmaken na een zwaar jaar, knallend het nieuwe jaar inluiden. Dat is wat het is. Als klein jochie zat ik vroeger met 2 jassen aan op het balkon te luisteren naar de knallen in de verte. Die fascinatie heb ik altijd gehouden. Er wordt nu gesproken over een vuurwerkshow die door de gemeente wordt betaald. Dat is niets. Ik wil zelf buiten vuurwerk afsteken, dat de buren me complimenteren met een mooie siervuurwerk. Dat is waar ik voor het doe en dat is de passie die ik deel. En die deel ik met heel veel mensen. En mede pyro's, dat weten jullie. Zo'n avond gaat zo. Je staat de hele avond voor de shows af te steken. Sierpotten. Iedereen komt gemoedelijk bij elkaar. Het is gezellig. Mensen wensen elkaar de beste wensen. Je spreekt en ziet buren die je anders niet ziet of spreekt. Op een gegeven moment weten ze, nou, daar moet je altijd zijn voor een dikke show. Dat is oud en nieuw. Dat is hoe het hoort. Dat is hoe het kan. En het is maar één
avond. Het is niet eens meer één dag, want je mag maar vanaf 6 uur. Maar het kan. Je kan elk jaar voor 1000 euro's afsteken zonder dat er ook maar iets aan de hand is. Dus van het AD schakelen we gelijk door naar het volgende onderwerp. De vreugde, het genot en de plezier van de hele buurt. Dit is het geworden. Dit is het einde. En wij beginnen... Hop, 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 hop. Aan deze kant. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Oké, komt hij aan. Fields of Fire. 100 schoten van Vechtwilde. Een dikke compound box aan elkaar doorgelond. We gaan hem nu afsteken. Ik ga op afstand staan, zodat ik hem mooi op beeld kan krijgen. Komt hij aan, jongens. No pyro, no party. Kom maar, kom maar. Hey, maar dit smaakt wel naar meer, hè? Ja, dit moet wel meer. Zal ik er nog maar eens halen dan? Ja, ja. Oké, okay, we gaan er nog eens halen. Ja. Yeah. 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 Nog groter. Okay. Nou, kijk. Dit is waar ik het over heb. De kinderen, de vreugde en het genot van de hele buurt. Zo'n avond is een topavond. Je kan zelf vuurwerk afsteken. Je kan een zwaar jaar, een leuk jaar, een mooi jaar. Je kan het zelf afsluiten met een... knetterende, knallende show. Als je veel geld uit wil geven, dan heb je heel veel vuurwerk. Kan je lekker erop losknallen. Wil je een paar potjes, heb je een paar potjes. Maar dit is onze traditie. Oké, okay, we zijn even verhuisd, zoals je kan zien. Volgende punt. En dit is iets... Ik zet de link hieronder in de beschrijving van dit filmpje. Er is zoveel tegenstand. Zoveel... negatieve dingen in het nieuws over vuurwerk. En verbieden. Partij van de Dieren, GroenLinks. Heb je VVD die het eigenlijk niet wil. D66 die het eigenlijk ook niet wil. Maar we zitten maar verbieden. Maar gelukkig wordt er ook gedacht aan al die miljoenen mensen die wel vuurwerk willen blijven afsteken. En dan heb je ineens, onverwachts, een video. De commissaris van de Koning. Dat is een oud burgemeester. En die zegt in zijn video gewoon van ja maar... is toch niet te handhaven? Een vuurverbod is toch niet de oplossing? Ik zal je even de beelden laten zien. Een heel klein stukje via mijn telefoon. En de link zet ik hieronder in de beschrijving. Ik zeg, hey, is een legend. Deze auto nieuw, veel gebeurd in Gelderland. Hoe kijkt u daarnaar? Hoe heeft u naar gekeken? Dit is de eerste keer dat ik vanuit mijn huidige ambt, commissaris van de Koning, dit natuurlijk nu heb gezien. Daarvoor was ik burgemeester, 15 jaar lang van Harderwijk en Apeldoorn. En ik kijk hier dan met de bril van eigenlijk als... burgemeester, maar ook als commissaris. En datgene wat dus niet goed is gegaan, lees dat dan maar even. Illegaal vuurwerk, ook vandalisme, dat is absoluut niet tolereerbaar. Maar, vandaar dat ik ook net de uitspraak heb gedaan tijdens de nieuwjaarsreceptie, dat verbieden niet altijd de oplossing is. En daar heb ik eigenlijk ook de bestuurders die hier allemaal zijn, eigenlijk een beetje toe opgeroepen. Let goed op voordat je verbiedt. Oké, dus het is heel erg fijn... om iemand met zo'n functie en zo'n verleden en zoveel kennis, dat moeten we eerlijk over zijn, zulke wijze uitspraken doet. Verbieden is niet altijd de oplossing. En illegaal vuurwerk, wat al illegaal is. Toen ik dit filmpje zag, dankzij Shell Martijn, dacht ik, hey jongens, hier moet naar geluisterd worden. Het linkje staat hieronder in de beschrijving, want de video duurt nog een aantal minuten langer en er wordt nog veel meer gesproken. Het is een aanrader om het filmpje even te bekijken. Het tegengeluid. Dit noem ik nou onderdeel van het tegengeluid. Oké, even het volgende punt erbij pakken. Gemoedelijk vuurwerk afsteken met hulpverleners, hulpdiensten. Wij hebben het gedaan. De brandweer kwam gezellig op bezoek. Ik zette gelijk een mooie doos voor ze neer. Konden ze genieten van een mooie vuurwerkshow. Niemand die bij zijn eigen dacht, ik ga ze bekogelen. Tuurlijk niet. Iedereen vond het juist tof. De brandweer komt op bezoek. En hey, het is de omgedraaide wereld, hè. Ze komen gezellig oud en nieuw bij je vieren. En moeten daarna natuurlijk weer aan het werk. Maar dit is hoe het hoort. Dit is hoe het kan. En dit is hoe het moet. Video komt er nu aan. Kijk, Pirate Utrecht gaat helemaal los. Wie komt er dan even op bezoek? De brandweer. Zoals je kan zien is de brandweer ook even op bezoek gekomen. Hier hebben we de Brutal Box. Die gaan we even voor ze afsteken. Blijf lachen, hè, dit.
nou? Krakaka! Nee, no pyro, no party! Ah, je mag het doen, hè? Box houden! Ik zou je wel weer inklemmen. Dik, hè? Dik cake, jongen. Ui, ui! Hey! Au! We gaan er even een eind aan breien. Vond je dit nou een leuke video? Doe zeker een duimpje omhoog. Abonneer als je het nog niet gedaan hebt. We hebben bijna de 3000 behaald. Superleuk. We zijn heel hard aan het groeien. We verdubbelen elk jaar onze abonnees. Bedankt daarvoor. We gaan een conclusie trekken. Ik laat je nog heel even wat beelden zien. Dit is oud en nieuw. Dit is onze traditie. Mensen met sterretjes. Vuurwerk overal om je heen. Dit is hoe je het veilig houdt. Uitdelen? Ja, dit is het moment om vuurwerkbrillen op te doen. Er wordt nu zoveel vuurwerk afgestoken aan alle kanten. Dat je gewoon, als je wilt kijken. Ik zou gewoon iedereen aanraden, ook al steek je geen vuurwerk af, om gewoon een bril op te doen. Kijk, hier gaan we. Brilletje op. Hoppa, nu kunnen we naar buiten. Dit zijn dus de nieuwe wetten en regels die wij willen hebben. Ja, dat drankje hier s'avonds boeit me helemaal niks. Ik wil mijn vuurwerk kunnen afsteken op een veilige, verantwoorde manier. En dit is wat niet verpest mag worden. De volwassenen, ik verander ook weer in een klein kind met oud en nieuw. Wat moet ik dan? Moet ik heel lullig bij een show gaan staan? Van nou, hey, mooi, leuk, nou, dat was het weer. Nee, we leven hier zo lang naartoe, zeg maar, als we richting eind van het jaar gaan. En met mij vele, vele anderen. Dit mag niet verpest worden door een groepje mensen. Nogmaals, 77 miljoen en gemiddeld altijd 66 miljoen. Dit jaar gewoon 77 miljoen. Waar hebben we het over? Wij Nederlanders houden van deze traditie om het op deze manier te vieren. En dat kan ook gewoon. No pyro, no party. Tot de volgende video. Ik ben heel erg benieuwd. We houden jullie op de hoogte. We gaan ook naar het debat in Amersfoort. Ik ben heel benieuwd. Daar komen veel voor- en tegenstanders. GroenLinks, VVD, vuurwerkhandelaren. Noem maar op. We volgen het op de voet. We maken hier verslagen van en jullie kunnen meekijken. Nogmaals, wij zijn het tegengeluid. Wil je deze video delen? Op allerlei platformen, dingen, noem maar op. Maakt niet uit. Dat mag. Dit is hoe ik erover denk. Pijnlijk in Utrecht. Heb jij nou ideeën? Heb jij nou zeg maar een soort nieuwe wet of regeling? Of iets dat je denkt, hé, dit moeten ze inzetten of dit moeten ze doen? Ik heb ook al mensen horen zeggen, in het buitenland schieten ze gewoon gericht met rubberen kogels. Ja, reageer in de comments hieronder. Wat lijkt jou nou een goed idee? Wat zou jij nou willen doen? Dit is een traditie die we al zoveel jaar vieren. En met zoveel plezier en met zoveel genot. En als iedereen zich aan de regels houdt, hebben de mensen maar die het niet leuk vinden, hebben er maar last van 6 tot 2. En daarna gewoon 364 dagen niet. Want dat is het, hè. Naar een dancefestival. Wordt afgesloten met vuurwerk. Vuurwerk is iets moois, is iets leuks om iets te vieren. Vuurwerk is er om iets te vieren. Laten we dat zo houden. Het is niet om te bekogelen, het is om iets te vieren. No pyro, no party. Tot de volgende video. Dit is het tegengeluid en we gaan door. Later, hè.